Een vrouw genaamd MM van 47 jaar oud is neergeschoten bij Wikipoika in Suriname. Ze was samen met familie op haar land aan het werk toen een auto langs kwam rijden en op hen begon te schieten. De familie vluchtte in paniek het bos in, maar de vrouw die op dat moment thee aan het zetten was, werd geraakt. Volgens haar verklaring werden er 5 schoten gelost voordat de auto wegreed. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht, waar ze momenteel buiten levensgevaar is. De politie is bezig met het onderzoek naar deze zaak.